inderdaad. Maar ik sta nu wel alleen. Antarctica. Ja. Oh. 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 Nee, dat is een gasten. Hé, wie wil je dat zo graag doen is goed. Hoe kan dat? Ja, oké, deze kant. Heb je een gat tussen challenge? Stop was voor het. Nee, 2. Oké, nog een paar erbij. 1, 2. Blijf kijken, blijf kijken. Niet praten. Ja, goed. Blijf staan. Wie als je later zegt dat het een mooie foto is, Jans. Maak gewoon eens wat meer foto's. Het is wel dat het een beetje koud is, we gewoon vast. We hebben geen nekbrace voor die jongen. Mensen niet met Zwan Rosemann laat zo maar in de nek. Is dit rechts? Even niet meer praten, deze kant. We worden gewoon gefilmd dus. Deze is klein, hè? Concentratie. Wat maar het probleem. Hoe met keuken bijna links. Onder de handen filmen. Oké, komt ie. Niet meer praten. Als de rest. Wordt. Iedereen links dragend? Ja. Daar zie je het. Jongens, camera. Niet praten. S'avonds werd er in een of andere vaart zo gedaan.
moet ze net boven. Nou, ik had ze dan niet ontdekt bij die jongens, maar ze zijn er. Het ging er zelfs s'avonds zo hard naartoe dat ze vroeger er vanaf vlogen. Maar goed. Wij gaan zaterdag, gaan we sportief gezien, gaan we zaterdag gaan we echt beginnen. De Sterren van Zwolle op het programma. Ik ben zelf deelgenoot geweest van, van de revisie van de Olympia's Tour. Olympia's Tour is dat, ja? Ja? Klopt, hè? De stichting clubcompetitie, sorry. De revisie van de clubcompetitie. En ik ben zelf mee bezig geweest. Er staat wijzigingen aan de vooravond, waar we zeggen, van die competitie. En aangepast aan de wensen van deze tijd. Wij zijn inmiddels ook vaste waarden. En dat hebben jullie denk ik ook begrepen voor de topcompetitie. Waar we ook enorm blij mee zijn. De topcompetitie is het vorig jaar gelukt om een contract met Eurosport af te sluiten voor 4 jaar. Dat betekent dat wij in principe ook voor de komende 4 jaar hopelijk af en toe in beeld zullen zijn op de welbekende Eurosport zender. Nou, dat was het wat mij betreft. Ik geef graag het woord weer over aan onze spreekstalmeester Mark. Dank je, Freddy. Ja, waar we hier vanavond voor zijn, dat zijn de jongens die hier aan de zijkant zitten. 19 wielrenners, daar gaan we mee het nieuwe jaar in. 6 nieuwkomers, waarvan 5 jonge jongens. 4 eerstejaars belofte en 2e jaars belofte. En vanavond gaan we die aan u voorstellen. Gaan we in groepjes doen. En de eerste 3 die ik graag naar voren wil hebben zijn Bornhouwers, Luc Lohuis en Wiebe Scholten. Ja, Bor, je mag de spits afbijten. Ja. Jouw 8e seizoen bij de ploeg. Hoe lang heb je mee bij jou? Ja. Hey, en hoe kijk jij terug op vorig jaar? Wel weer een stabiele seizoen gereden, maar niet net uitschieten zijn. Dat was wel jammer, maar natuurlijk veel plezier gehad op de fiets met het team en dat staat voor mij ook hoog op. Ja, hey, en als je kijkt naar komend jaar, wat zijn dan jouw doelen? Wat gaan we van jou zien? Zondag 18 juni, hè? NK. Want? Waarom is dat zo bijzonder? Nou, parcours bij mij wellicht denk ik en natuurlijk hier in de buurt in Montland, Serenberg. En dat wil ik toch wel laten zien. En wat is laten zien? Binnen zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. We hebben een Nederlands kampioen in ons ploeg. Ik wil gewoon vooral meedoen en een goede koers rijden daar. En laten zien dat ik daar ook de beste mee kan van Nederland. Ja, en er is nog een andere koers dit jaar nieuw op de kalender. De Ronde van de Achterhoek. Die start in Aalten. Klopt, ja. Is dat een extra motivatie? Tuurlijk, dan wil ik sowieso naar de stad staan. Dus in mijn woonplaats op de markt van de stad wordt. En die wegen die ken ik natuurlijk allemaal. Dus dat is hartstikke mooi om door je eigen trainingsgebied te rijden dan. Ja, en er was nog even misschien sprake van dat een neutralisatie voor jou voor de deur kwam? Of? Ja, ik weet niet hoe het daar inmiddels mee staat, maar dat klopt, ja. Dat de neutralisatie voor onze, voor mijn woonhuis eigenlijk voor de deur eindigt en dus de koers staat. Ik weet niet of dat definitief is, maar dat heb ik ook gehad, ja. En dan staat er een grote tent in het bijland? Ja, ja. Er ligt wel, ja, we hebben koeien erin of zo. Helemaal goed. Luc, vorig jaar was je eerstejaars belofte bij WTEC, een continentale ploeg. Wat neem jij mee als bagage naar onze ploeg? Want ja, je hebt het nodige meegemaakt naar wel. Bagage. Ik ben namelijk Adrien Jong, 4e jaars belofte nu. En ik heb een jaar als continentale renner bij Meertek mogen fietsen. Inderdaad wel veel van geleerd. Veel wel grote koersen gereden. Maar allemaal enkele koersen met echte grote pros die ook in de World Tour rijden. Dus de Tour de France en alles. Nou, als je daarmee samen mag rijden, dat is wel, daar besteed je wel wat van natuurlijk. Daarnaast ook een heel lang seizoen gereden. En vanaf begin maart tot eind september de Olympia's Tour. Veel van geleerd en ook veel geleerd van de jongens daar, want die hebben nog meer ervaring als het ware. En die ervaring die neem ik graag mee, zoals koers voorbereiden, hoe ga je de koers in en alles rond de fietsen, voeding en alles. Ja, dat ja.
En dat kun je weer overbrengen aan de jongens in onze groep. Ah, dat is wel de bedoeling, hè? Ja. Hey, en je gaf in het, we hebben een gesprekje gehad toen jij bij de groep kwam, hè, voor de website. En toen vertelde je van ja, ik wil goed zijn in de wedstrijden, in de topcompetitie, maar ook de UCI-koersen. Wat kunnen we daar van jou verwachten? Mijn doel voor dit seizoen in principe zijn de koersen waar ik mezelf het beste in voel. Dat zijn de koersen met veel wind en de vlakke koersen in principe. Liefst met slecht weer, waar ook nog iets meer dan meneer Lent ben, denk ik. En waarom de losse UCI-koersen zijn, zoals wedstrijden zoals Amalwalla-Avion en Noord-Holland. Dat zijn mooie koersen en het staat een goed deel in mijn spel, internationaal. Als je daar iets kan laten zien, dat is gewoon heel mooi. Ja. Nou, we gaan het zien. Hey, en je bent de afgelopen week een week met ons mee geweest in Spanje. Het was eigenlijk een eerste week dat je heel intensief met deze groep bezig bent geweest. Wat de training zat goed in elkaar, goed onderbouwd. En dat is eigenlijk niet heel veel anders dan vorig jaar bij meer trainen, want dat was ook gewoon heel goed. Maar ik zie daar geen verschil ofzo. Daarnaast is de groep is gewoon heel fijn en kun je gewoon goed weer praten, lekker nuchter. Lekker gewoon wel mooi het oosten. Dus dat is wel een verschil inderdaad. Ja, nou, helemaal goed. Dankjewel. Ruben, vorig jaar introduceerde ik jou hier als een MTB'er. Dat zat bij de nationale MTB-selectie die het op de weg wilde gaan proberen. Maar dat is aardig gelukt, of niet? Ja, dat was wel een seizoen voor mij waarin ik heel veel heb moeten leren en ook heel veel heb geleerd. Ik denk wel dat het aan het eind van het seizoen veel beter ging aan het begin. Het was een beetje jammer dat ik vrij snel mijn pols brak. Maar ik kan wel terugkijken op een jaar waarin ik heel veel heb geleerd. Ja, ja, ik kaap gelijk een tweede vraag weg, want die ronde van Groningen begon heel ongelukkig met een polsbreuk. Je hebt je toch wel herpakt. En inderdaad, als we kijken naar het einde van het seizoen, heb je de Olympiast Tour toch mooi gereden. Ja was, ik ben vrij snel gelukkig met je pols, kan je nog wel breken, kun je nog wel redelijk fietsen. Dus ik had vrij snel ook alweer op de tax kunnen trainen en krachttraining kunnen doen. Dus uiteindelijk was ik er wel redelijk snel weer van opgeknapt. Ja. Hey, in 2017? Wat moet dat worden? Ja, ik hoop dat het een jaar is waarin ik kan toepassen wat ik vorig jaar geleerd heb en nog veel meer bij kan leren. En mijn doel is om volgend jaar een stap te kunnen maken naar een continentale ploeg. Ja, nou, ik heb gezien dat de ploegleiders van de continentale ploeg in de zaal zijn. Dus dat moet je maar in de gaten houden, denk ik. Ja, dat is mooi. Mag ik een applaus voor Boorhouwers, Kutroaars en Piet Scholten. De volgende drie renners die ik voor wil stellen zijn Jelle Johanning, Daan Schouten en Wim Krijman. Ja, dan halen we Truckers Welvaren het podium op. Drie mannen uit Twente. Jelle, deze week zelfs door de website twentesport.nl uitgeroepen tot Sporter van de Week van Twente, ja, die eerste prijs is binnen. Ja, het is wel leuk om een keer zo in belangstelling te staan. En de ploeg ook in het zonnetje te zetten eigenlijk. Ja, hey, en ik heb je in Spanje meegemaakt, volgens mij ben je goed in orde. Je won de interne tijdritcompetitie. Hoe ga jij naar de ster van Zwolle aankomende zaterdag? Ja, ik ben een stuk beter dan het vorig jaar. Ik heb wel een redelijke stap gezet. Dus, in de trainingen is dat ook goed te merken. En op de trainingskamer is dat wel een vestiging dat het met vallen wel redelijk goed zit. Nou, ik hoop toch wel dat in de sterren om het goed te laten zien voor. Dus. Ja, en na de ster komt er nog veel meer. Zijn er nog speciale wedstrijden waarvan jij zegt van nou, daar wil ik echt naartoe pieken? Ronde van Overijssel misschien? Ja, vooral de Ronde van Overijssel wel. Het komt toch wel, zeg wel een redelijke thuiswedstrijd eigenlijk. Redelijk in de buurt dan. En vooral het NK in de Olympiast doen. Ja. Hey, en waar ligt uiteindelijk jouw ambitie nog? Want als we hebben allemaal gezien hoe je in Spanje, hoe hard je reed. Is die ambitie er nog om een stapje hoger op te gaan? Ja, die ambitie is er zeker. Ik denk dat er nog wel redelijk veel rek in zit. Maar ik kan nog niet heel lang fietsen eigenlijk. Dus die ambitie is er en ik wil gewoon eigenlijk langzaam steeds een stapje verder zetten. Ja, nou helemaal goed. Daan, hoe kijk jij terug op vorig jaar? Hè? Persoonlijk misschien wel een lastig jaar, maar hoe kijk je terug op jouw seizoen? Over het algemeen heb ik
seizoen gereden. Vorig jaar ook in het sport met een blessure en ontsteking aan mijn voeten heb ik anderhalf maand niet kunnen fietsen. En toen kwam ik terug naar de Land Challenge waar ik eigenlijk alweer naar behoorlijk niveau kon rijden en daarna het goed heb kunnen doortrekken. Ja, ik miste wel net een paar puntjes op team, maar dat kan misschien ook alweer door andere omstandigheden zijn geweest. Maar ja, op het algemeen ik wel nog gewoon een heel constant seizoen gereden. Daar ben ik gewoon meest tevreden over, of over het algemeen. Ja. Inderdaad, ja, ik had graag een uitzicht erbij willen hebben. Inderdaad niet gelukt. Ja, okay. Misschien een punt van ons. Maar aan het einde van het seizoen, op de eerste tour, was jij onze beste renner in het klassement. Ik was nog eens terug aan het laden en ik zag een keer dat je de etappe, geloof ik, mee was als een van de weinige clubrenners in de eerste waaier. Dus heb je daar toch wel goed kunnen laten zien. Ja, Olympische Tour is echt een hele mooie afsluit inderdaad. Die etappe in Zutphen was een hele mooie etappe waar ik heel aan de koers heb gereden. Ook de vijfde etappe uit mijn hoofd in de Reuven, waar ik samen met Wieben, waar ik 15 was en Wieben 16, als clubrenner kun je heel mooi van voren laten zien. Ja, mede ook door een beetje geluk met valpartijen, maar dat win je ook af, hè? Dat doe je niet af. Dus inderdaad, ja, het is toen heel goed kunnen afsluiten en daar van de winter ook een voordeel mee met goed er nu weer voor staan. Ja, want heb je die voorbereiding alles aangepakt dit jaar? Ja, ik ben in september ben ik begonnen de studie Human Resource Management in Saxion, of Financial op Saxion. En dat ja, ik krijg natuurlijk wat meer tijd dan wat ik voorheen heb gedaan. Maar desondanks dat ik minder tijd heb, heb ik mijn training toch goed kunnen en effectief kunnen plannen. En nou, wat ik zei met de Olympia's Tour met de competitie van Olympia's Tour de winter ingaan en daarnaast dus anders trainen, meer hard gelopen, wat ook gewoon een hobby is voor mij. Ja, ik merk dat ik er nu toch al best goed voor sta en dat afgelopen trainingskamp al naar voren kwam. Ja. Ik hoop dat we een stap kunnen zetten dit jaar en kijken hoe het voor heuvel gaat. Wim, nieuwkomer binnen de ploeg. Jij maakte de overstap van Schepping Merckx, terwijl die ploeg de afgelopen winter toch ook wel een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan. Waarom dan toch die overstap naar Senza Kanjers voor Kanjers? Ja, de grootste overweging was om over te stappen is dat het algemeen niveau van de jongens toch wat hoger ligt. En het programma is ten opzichte van wat ik vorig jaar heb natuurlijk heel stuk beter geworden. Ja. Is dat dan voor jou niet tegelijkertijd ook een lastiger, omdat je ondertussen wordt een verbinding gelegd voor de volgende die we gaan spreken. Maar is dat niet lastig? Want daarbij Schepping Merckx was jij eigenlijk de enige topman, om het even zo te noemen. Hier de selectie is breder, dus zul je ook af en toe weg moeten wegcijferen voor ploeggenoten. Het is niet meer alleen Wim Kleinman. Is dat niet lastig? Ik denk het niet. Uiteindelijk moet je het toch samen doen. Ja. Het is uiteindelijk een teamsport. Ja. En als je met het team zou kunnen winnen, is dat altijd beter dan dat jij. Zeker. Zeker. Hey, toen ik jou begin dit jaar sprak, had je nogal een ambitieus doel. Want je noemde die topcompetitie. En je zei tegen mij, ik ga voor die blauwe trui als beste clubrenner. Ja. Dat is nogal hoog. Je dat misschien? Of niet? Nou ja, je moet jezelf een doel voorstellen. Dat doel halen, moet je daar dingen voor laten. En dat heb ik gedaan. Dat doe ik nu nog steeds. En ik denk dat het best een reëel doel is. En we gaan zien wat voor dit jaar. Ja, nou, super toch. Hey, en wanneer is jouw seizoen echt geslaagd? Want nou ja, dat zal niet staan of vallen met die competitietrui, denk ik. Nee, mijn seizoen zou het mooiste zijn. Ik heb nog nooit een klassieker gewonnen. En dat lijkt me ook heel mooi. Ik denk dat we als ploeg zijnde seizoen hebben als we heel goed denken aan bij hier. Ja, nou helemaal goed. Dames en heren, nog geen applaus voor Jelle Johan en vandaag Wouter en Wim Kleinman. Ja, en toen jullie hier zo binnenkwamen, toen zagen jullie die beelden al. Ja. Van de Badmeister Challenge, en dat is op dit moment in Amsterdam bezig. En Timon Raterenen is namens onze ploeg daarbij.
Het is de kick-off van de topcompetitie. Alle renners vaardigen vanavond één renner af voor deze challenge. En het doel is om het hoogste wattage per kilo gewicht weg te trappen op een tastrainer. We hebben verbinding met Amsterdam, want daar is Timo. Oh ja, yes. En Timon is hier inmiddels in beeld. Ik kan het licht uit even, jongens. Tek het eruit, dankjewel. Ik hoor het ook niet zo goed. Na vandaag vaardigt elke ploeg nog vier renners af. En degene die dan van al die ploegen de hoogste wattage wegtrapt, wint een stagecontract bij de Zwitserse World Tour formatie Katusha. En Timon is inmiddels in beeld. Timon, kun je mij horen? Ja, ik hoor je luid en duidelijk, Mark. Helemaal goed. Je bent inmiddels te zien in de zaal. Jij was vanavond bij die Badmeister Challenge. Jij hebt daar de nodige arbeid verricht. Hoe is het gegaan? Wat? Het ging best wel goed. Verbazing werd het goed eigenlijk wel. Ja. Is er al een uitslag bekend? Nee, nog niet. Daar zijn ze nou mee aan het berekenen. Maar wat, heb je al iets kunnen... Ik denk niet dat ik op het podium sta. Dat is nu maar net begonnen. Nee, maar het viel dus mee. Wat zeg je? Het viel dus mee. Ik kan je niet zo goed verstaan. Ja, het was goed te doen. Nee, de verbinding is inmiddels wat minder. Ja. Timon, laatste vraag. Hoe kijk je naar komend seizoen? Nou, volgende moed. Ik heb vanavond gezien dat ik er toch niet zo slecht voor was als dat ik dacht dat ik het voorstel. Dus eigenlijk ben ik best wel positief voor aankomend seizoen. Ja, kan ik wel zeggen. Helemaal goed. Dankjewel dat je even bij ons was. En inderdaad, de beste van iemand die deed het perfect. Het was een, continental maar. Het zag er goed uit, hè? Het zag heel goed uit. Hij begon het eigenlijk echt te bewegen, hoor. En ja, die sensor die moet behoorlijk schoongemaakt worden, want dat zweet wat daar overal op ligt, ja. Succes! Ja, hoor je mij? Dankjewel, Timo. Dames en heren, Timo Ratering. Zo'n verbinding, maar mooi dat hij toch in ons midden was. Zijn ouders zijn hier ook, en dat zijn Karel en Joke. En die hebben ons de afgelopen week weer uitstekend verzorgd met de maaltijden in Spanje. Ik vind dat zeker een applausje waard. Want u moet zich voorstellen, wij komen allemaal daar met het vliegtuigje met onze handbagage aan. En op dat moment zijn Karel en Joke al in Spanje. Ze zijn met de bus gegaan, met onze fietsen, met onze bagage. Nou, wij hadden nergens om kijken naar. Wij komen daar in een gespreid beetje terecht. En als wij naar de training op de bank ploffen, dan zijn zij druk bezig in de keuken om ons te verzorgen. En dat doen ze voortreffelijk. En daar zijn we heel blij mee. De volgende drie renners die ik naar voren wil hebben zijn Nick Weldam, Daan van der Eschert en Lorenzo Harbers. Ja, Nick, vorig jaar toen we hier op het podium stonden, toen wist jij niet zo goed wat je van het seizoen moest verwachten. Je had een huis gekocht en dat moest allemaal ingericht worden. Je had een slechte winter gedraaid en je wist het allemaal niet zo goed. Maar uiteindelijk heb ik toch redelijk gedaan volgens mij. Top 10 op het Nederlands kampioenschap, 8e, overwinning, het finale weekend. Had je dat verwacht? Nou ja, ik had het gehoord. Verwacht is altijd lastig. Ik merk wel dat sinds ik werk en eigen huis heb, dat het lastig is om ook nog uren vrij te maken om te kunnen fietsen. Ik heb wel weer het draaiende ritme gevonden en toch een stabiel seizoen kunnen draaien. En inderdaad weer daardoor goed kunnen presteren, daar ben ik heel blij mee. Maar die werkgever van jou, dat is die data, dat staat groot op de broek. Die moet jou toch ook wel een klein beetje matsen, toch? Af en toe een paar uurtjes vrij om te kunnen trainen, dat is een goed doel. Ja, aan mijn baas ligt het niet. Oké. Als je er zelf zoveel schik in hebt, dat ik mezelf de vrije tijd niet gun. En als het aan hem ligt, dan kan ik smiddags gewoon naar huis om te fietsen. Dan zou ik daar maar eens gebruik van gaan maken. Ja. Ik ga het proberen, ja. Ja, maar tegelijkertijd zal het nieuwe seizoen ook weer niet heel veel rustiger worden. Want
is in juni, 18 juni, het NK in de Achterhoek in het Hofman. Waar wij natuurlijk als team goed aan presteren. Dus ik hoop dat jullie het even volhouden en rekt tot na het NK. En heb je al nieuws over een jongetje of een meisje hoor? Ja, ja, het gaat inderdaad een kleine dik worden. Kijk, dat wist ik nog niet. Ik wist het niet. Mocht je het al zeggen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ik denk eerder dat zij meer moeite mee heeft om dat voor zich te houden dan ik. Dus, vandaar dat ik het ook kon doen. Ah, is maar in één keer bekend. Hey, wat zijn jouw ambities komende jaar? Ja, mijn ambities vader worden. Maar daarnaast op fiets. Ja, ik hoop gewoon een goed stabiel seizoen te kunnen draaien. Maar het wordt al lastig, omdat ik wel last heb van mijn knie. Maar aangezien ik elk jaar last heb van mijn knie, verwacht ik daar verder voor mijn seizoen geen problemen mee. Ja, en je hebt natuurlijk het NK, het DK, de ondergemaalte, finale weekend hopelijk als spelen zo gezetteld is. Gezetteld is. En ik weg mag van Jorine. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja, vast plannen. Hey, dankjewel. Daan, als we het over drukke periodes hebben, dan heb jij er ook weer achter de rug. Afgestudeerd, althans je afstudeeronderzoek gedaan. Ja. Volgens mij een fantastisch cijfer voorgehouden. Ja, prettig dat het klaar is nu. Ja, ik zeg wel. Meer tijd voor andere dingen, vooral trainen weer. En was de afgelopen periode wel, wel lastig. Combineren in ieder geval. Dus nu afstuderen zit eigenlijk zo, is klaar. Ik moet alleen nog één vak afsluiten, half april. En als ik die haal, dan ben ik afgestudeerd. Dus. En ben je full prof? Ja. In ieder geval genoeg tijd om te trainen, ja, dat is gewoon mooi. Ja. Hey, wij lagen de kamer bij elkaar in Spanje, dus dan hoor je nog wel eens wat. En toen hoorde ik van jou dat het NK in het Montferrat toch wel een parcours is wat jou wel moet liggen. Nou ja, ik moet nog wel een paar keer gestraft hebben. Maar ja, in het verleden kon ik wel zulke parcours best wel goed aan. Ja. En laten we zeggen dat ik nu met oog op veel tijd moet trainen. Dat ik daar wel zeker met het team goed wil zijn. Ik bedoel, we hebben het trouwens geen ploeg gehad en het lijkt me mooi dat weer met iemand uit het team zorgt te pakken. En ik hoop daar in ieder geval van grote waarde kunnen zijn. Ja, super. Hey, en verder? Wat verwacht je verder van het seizoen? Wat zijn wedstrijden waar je naar uitkijkt, waar je wil laten zien? Rond en overijzen vind ik altijd een hele mooie koers. Ik vind het trainingsgebied. Daarnaast de ploegtijdrit vind ik altijd erg mooi om te doen. Ik denk dat we ook daar wel een goede ploeg voor hebben. Laten we eigenlijk op jaar wel zien dat we veel jongens hebben die aan elkaar gewaagd zijn. We hebben natuurlijk van Senza super fietsen. Al een tijd aan het fietsen. Dus het zijn eigenlijk wedstrijden dat ik super mooi vind. Ja, we gaan het zien. Lorenzo, vorig jaar jouw eerste seizoen bij de belofte. Eerste seizoen ook in onze ploeg. Hoe is dat bevallen? Ja, goed. Het is me eigenlijk meegevallen. Ik werd goed geholpen door de andere jongens. De wedstrijden viel ook mee. Ik heb heel veel klassiekers kunnen uitfietsen. Waaronder ook een tweedaagse UCI 2.1 wedstrijd. En onder andere derde op het DK Oost. Ja. 2.2 wedstrijd was het, Ronde van Midden-Nederland. Ja. Ik was daarbij en volgens mij zaten we in dezelfde waaier. Maar jij reed weer mooi terug. Hè. Dat was zeker heel strak. Hey, hoe is jouw winter geweest? Goed, ik heb... Ik ben niet meegegaan naar Spanje, omdat ik een montage mee had gekocht. En ik was hem al te veel. Maar ik heb hier de trainingswedstrijdjes kunnen rijden. En heb ik ook een aantal goede kilometers kunnen maken. Ja, want ik geloof onze langste afstand die wij in Spanje gereden hadden was 192 kilometer. En die jongens, en ik ook, we kwamen thuis. En het eerste wat ik hoorde, Lorenzo heeft weer ruim 200 kilometer getraind. Ja, klopt. 205 maximaal. Dat zijn afstanden. Ja, klopt. Heen fietsen naar het en dan een wedstrijdje daar van 80. Maar dit kom je snel aan de kilometers. Ja, nou kan je zeggen, ze baalden ervan. Hey, wat zijn jouw doelen voor 2017? Ja, het is mijn doel om toch iets beter te rijden als dit jaar. De lijn door te trekken en met mooie uitschieters hopelijk. Ja, nou super. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Dames en heren, ik wel dan dank de rest van de rest van de. Ja, u heeft het ongetwijfeld bij binnenkomst al gezien, onze nieuwe teamfiets van 2017, de Senza Guerriero. Het topmodel van onze sponsor Senza, die afgelopen jaar weer voor 3 jaar heeft bijgetekend als hoofdsponsor.
ja, wij zijn als ploeg enorm trots dat we en op die fiets mogen rijden en dat Senza op onze borst staat. En ik geef ook graag even het woord aan de eigenaar van Senza, Joop Stichelbout. Sponsor leek het mij nu een goed moment om ook een paar woorden te spreken. Omdat we, zoals Mark al aangaf, voor 3 jaar hebben bijgetekend. Dat is een hele tijd en we zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Al sinds de oprichting van de ploeg rijden de mannen op ons materiaal. En door de jaren heen is het contact gegroeid en ook ons vertrouwen in de ploeg is gegroeid. En daarom hebben we 2 jaar geleden besloten om als hoofdsponsor in te stappen. Het werd ons duidelijk dat er niet alleen gekeken werd door de mannen naar wat wij voor hen konden doen, maar ook werd het door de mannen gekeken naar wat wij voor Senza konden doen. En dat is belangrijk. Deze samenwerking en de ontwikkeling die de ploeg heeft doorgemaakt, gaf ons weer het vertrouwen om 3 jaar met elkaar verder te gaan. Het vertrouwen is onmisbaar bij een goede samenwerking, want pas als je elkaar vertrouwt, laat werken en de ruimte geeft, kun je elkaar echt versterken. En zo hopen wij dat alle leden van de Kanjes elkaar versterken. En dan denk ik niet alleen aan de renners, maar ook aan de mensen die naast de renners actief zijn. Er zijn al een aantal voorbeelden aangehaald vanavond, maar er zijn meer mensen, er zijn begeleiders, mechaniekers, noem maar op. Het zijn allemaal mensen die tijd en energie in de ploeg steken en daarmee willen investeren in anderen. En dat is in deze individueel ingestelde tijd niet iets dat meer zo vanzelfsprekend is. Maar het is wel onmisbaar voor een ploeg als deze. Heel mooi om dat te zien. En binnen die omgeving van inzet voor een ander zijn mooie dingen mogelijk. En ik wil daar graag de nationale titel van Mark Schreurs even voor aanhalen. Want hoe zou het voor hem zijn verlopen als hij bij de stad in Assen als eenling aan de stad had gestaan? Slecht weer, misschien geen goede benen, geen goed gevoel, dan is uitrijden al een hele opgave. Maar hij was daar niet alleen, maar als onderdeel van een mooie ploeg, de Kanjes. Hij zou in de ontsnapping mee proberen te zitten, zodat de ploeg zich kon sparen en op die manier de individuele sprint voor Nick perfect voor kon rijden. Maar in de wetenschap van zijn ploeg iets te doen, kwam hij uiteindelijk zelf tot een ultiem mooie prestatie. Maar de vreugde die daarbij hoorde was voor iedereen binnen de ploeg. En als iedereen binnen zo'n team bereid is om het beste van zichzelf aan die ploeg te geven, dan creëer je een sfeer waarin heel mooie dingen mogelijk zijn. En we hebben al een aantal doelen gehoord voor komend seizoen. De entourage van een ploeg is natuurlijk mooi en goed materiaal is een belangrijke helpvoorwaarde, maar uiteindelijk zijn het de mensen binnen de ploeg die het succes bepalen. Dus voor jullie renners, vraag jezelf niet alleen af wat de ploeg voor jou kan doen, maar bedenk vooral wat jij voor de ploeg kan doen. Want je moet het samen doen. Investeer jij in het team, dan zal het team ook in jou willen investeren. En alleen dan heb je samen een kans om te slagen in deze zware sport. Alleen ga je er niet komen. Gelukkig is het samen ook veel leuker, en dat hoorden we al dat het in Spanje gezellig was geweest. Dus zorg daar ook voor dat je die lol met elkaar hebt. Dan heb je in elk geval een paar procent meer moraal dan je tegenstander. Namens Senza Bikes wensen we jullie heel veel succes in komend jaar. Dankjewel Joop. Mooie woorden. En volgens mij kloppen ze ook zeker. En kunnen we niet alleen en we kunnen het ook niet zonder jullie materiaal. Dus dankjewel daarvoor. De volgende twee jongens, twee nieuwkomers die ik naar voren wil halen, zijn Christian Varweg en Danilo Batté.
Christian, dan begin ik bij jou. Jouw eerste jaar in de ploeg. Maar het was ook de eerste keer vliegen naar Spanje. Je eerste trainingskamp. Heel veel nieuwe indrukken. Hoe is het je bevallen? Zeer goed. Ik word heel goed ontvangen binnen de ploeg en dat is erg fijn. Het voelt als één familie, als een vriendengroep eigenlijk. En dat is echt super fijn. Ja. Hey, en in Spanje heb je veel geleerd, niet alleen op de fiets, ik weet niet of je moeder al verteld hebt, maar... Ja, ik ben begonnen, ja. Dus, ik ben nog steeds bezig met vertellen. Dus. Wat was het belangrijkste dat je geleerd hebt? Voor mijn moeder is het de wasmachine. Ja. Zeker, nou, dat weet ze dan ook nu. Hey, nee, zonder gekheid. Je hebt je heel goed laten zien in Spanje volgens mij. En dat is ook beloond. Je rijdt aankomende zaterdag een Ster van Zwolle als eerstejaars. Heb je er zin in? Ja, heel zeker. Ik ben heel erg gemotiveerd om aan de start te gaan. En bij de Ster van Zwolle is altijd mooi. Je ligt fit bij mijn huis. Dus dit is nog een soort van thuiswedstrijd. Dus ik ben heel erg gemotiveerd. En wat, hoe ga je die wedstrijd in? Wat zijn je verwachtingen? Ik wil eerst kijken van dat ik van de junioren kom te kijken hoe het gaat bij de grotere jongens, zeg maar. Dus eerst even aanvoelen hoe het gaat. En, kijken. Ja, kijk hoe het gaat en dan zie ik waar het schip staat. Ja, en verder dit seizoen? Voor het begin van het seizoen wil ik, net wat ik net zei, eerst aanvoelen hoe het gaat. Daarna wil ik kijken of ik zelf nog wat kan. Voor mezelf denk ik dat ik wel moet kijken naar de sprints, dus ik me daar een keer in kan filmen. En dan kijken of ik daar iets mee kan. Ja, helemaal goed. En over sprints gesproken, Danilo, vorig jaar bij de junioren toch een aantal mooie sprints gewonnen. Ja, klopt. Daar heb ik mezelf ook echt in verbaasd dat het zo goed ging. En het is me echt goed afgegaan. En ik heb al gewonnen in de UCI 2-1 koers in Conti. En echt super tevreden mee. Ja. Hey, maar toen kwam er ergens in de loop van het seizoen, had je zoiets van, ik stop ermee. En je ging studeren. Heeft niet veel lang geduurd. Het begon weer te kriebelen volgens mij. Ja, het begin van het seizoen ging niet zo als verwacht. Vaak ziek en ik kon niet echt mijn draai vinden. Dus toen op een gegeven moment de knoop doorgehaakt om te gaan studeren. En op het moment dat ik die knoop had doorgehaakt, het weekend daarna was dus Conti. En daar won ik dus een etappe. En een keer vijfde. Twee weken later kwam de Jeugd door Assen, daar won ik drie wedstrijden. Het DK won het. Dus toen begon het echt... het echt goed te gaan. En dus ik ging al met een beetje niet zo goed gevoel studeren. En ik zat daar en na drie weken op stap was ik er al helemaal klaar mee. Dus ik zei tegen mijn ouders van die komt niet goed voor de visio. En gelukkig gaven ze mij de kans. En nu gaan we weer met de volgende tegenaan. Ja, het seizoen begint een klein beetje ongelukkig. Hè? Want je was er echt voor gegaan. Je bent iets van 3-4 weken in Spanje geweest. We zijn elkaar ook nog een keer tegengekomen. Maar op trainingskamp was je niet bij. Nee, dat klopt. De ene laatste trainingskamp, wat zeg maar, dan op de planning stond, daar begon ik wat te sukkelen met mijn knie. En daar zit ik nu nog steeds mee. Ja, want hoe gaat het nu? Ja, het gaat langzaam bij langzaam gaat beter. Maar de echte oorzaak, is nog niet echt bekend. En dat horen we vrijdag. Spannend. Ja. Spannend. Kun je dan ook wel een beetje doorkijken naar volgend jaar, of naar dit seizoen zeg maar, of zeg je van eerst maar eens even afwachten hoe dit gaat aflopen? Ja, echt de planning, dat zit er nog niet in, maar gewoon afwachten. Ja. Gewoon afwachten en hopelijk meer te weten komen naar vrijdag. Ja, nou, hopen dat dat positief is. Ja, uiteraard, want in zo'n ploeg heb je echt veel moraal en als dit dan tegen zit, dat is wel een zonde, maar we proberen hier natuurlijk sterker uit te komen. Kijk, dat zijn positieve woorden. En gaan we dan jou weer zien in de massasprints? Nou, samen met Christian? Dat is wel mijn doel. Ja, nou helemaal goed. Christian Farweg en Danilo Batté. Ja, en twee jonge jongens die doorgestroomd zijn vanuit de junioren. En die opleiding van talent is natuurlijk heel belangrijk. En onze ploeg heeft in 2010 op zich genomen voor de elite en belofte in deze regio. Maar ook voor een categorietje lager is er een soortgelijk
initiatief en dat is Achterhoek 2000. Een samenwerking tussen 5 Achterhoekse verenigingen. En die hebben als doel om samen grote koersen te rijden. Hè. Ze rijden voor kleine verenigingen die dat niet als vereniging kunnen, maar als Achterhoek 2000 wel. En ook de ontwikkeling van nieuwelingen en junioren. En dat het een succes is, lijkt ook wel dat ene Robert Geesink ook vroeger voor Achterhoek 2000 heeft gereden. En dat laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat die mogelijkheid er is. En tegelijkertijd is het ook onze vijver waar wij als ploeg uit vissen. Want als het goed is, stromen de jongens van de junioren door naar onze ploeg. En dat is ook de reden waarom we steeds meer de verbinding zoeken met Achterhoek 2000. En daarom zijn hier vanavond ook de 3 jongens van Achterhoek 2000. En die wil ik graag even naar voren hebben. Dat zijn Gijs Lemerijzen, Bram Baat en Joren Bloem. Tweedejaars junior, heb ik begrepen, dat betekent dat dit het jaar van de waarheid is, als het ware. Ja, klopt. Ja, want je moet je nu laten zien en volgend jaar kijken of je in de kijker kan rijden en volgend jaar wellicht hier zit. Ja, dat is wel het bedoel, ja. Dus, dit seizoen moet het gebeuren. Ja, heb je ook verenigingen rijden nu? Voor de Perlaars. Ah, thuiswedstrijd. Thuiswedstrijd? Nou ja, dit is jouw omgeving, dit gebied. Oh ja. Hey, hoe lang fiets je al? Dit is mijn derde seizoen dat ik wedstrijden ga fietsen. Daarvoor heb ik 2 jaar alleen getraind, zeg maar, en toen zat ik ook nog op voetbal. En ja, nu doe ik alleen wielrennen. Ja, nou leuk. Hey Bram, ken jij het Senza Kanjes ploeg? Ja, natuurlijk. Kom je zelfs tegen tijdens het trainen? Ja, ja. Mooi. Hey, waarom is het belangrijk dat Achterhoek 2000 er is? Ja, om te bundelen, want we hebben dus verschillende kleine verenigingen in de omgeving. En om wedstrijden te kunnen rijden, heb je gewoon meer mensen nodig. En daar is Achterhoek 2000 ideaal voor. Ja, hey, en hoe gaat het met de voorbereiding voor het komende seizoen? We hadden altijd al een beetje gekund. Ik ben 3 maanden nog niet kunnen trainen vanwege een ziekte. Maar het gaat beter dan verwacht. Ja, ja, want jullie trainen wel samen ook als ploeg, hè, in de winter. Ja, het gaat niet het hele jaar door, maar het begint wel vrij goed. Ja, nou leuk. Tegelijkertijd ga ik een van jullie trainers even naar voren halen. En dat is Mark Bloem. Welkom. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Hey, ik vroeg het net al, hè, maar waarom is het zo belangrijk dat Achterhoek 2000 is? Nou, ik denk waarom door het aan te bundelen komen toch tot bijna 19 nieuwelingen en 17 junioren, waardoor je gewoon goed met elkaar kunt trainen. En je ook een goede opstelling hebt voor de klassiekers waar het uiteindelijk het doel voor is. Ja, want wat voor klassiekers moet je dan denken? Wat is de komende planning? Nou, de komende planning is 1 april beginnen we in Noordwest Overijssel. De eerste wedstrijd en daarna komt maar even de Zuiderzeeronde en alle andere wedstrijden en in mei, juni. De klimkoers komt er dan. Ja. Hey, kun je mij het verschil uitleggen tussen Achterhoek 2000 en het district Oost? Want dat zijn allebei eigenlijk een soort van samenwerkingen. Ja. Ja, dat is, district Oost is echt voor het hele district. En wij zijn echt alleen maar de Achterhoek van de 5 verenigingen die samenwerken voor de combinaties om klassiekers te kunnen rijden. En als die jongens het goed doen, dan worden ze uitgenodigd door het district om daarin plaats te nemen. Okay. Dit jaar hebben we 3 jongens die ook in het district zitten. Ja. Hey, en hebben jullie het wel eens over onze ploeg? Dat je zegt van, nou jongens, daar doen we het voor? Ja, daar hebben we het zeker over. Kijk, het is leuk dat je een mooie opleiding hebt van jeugd naar nieuweling naar junior. Het is mooi dat ze uiteindelijk door kunnen stromen naar een team als Kanjes voor Kanjes. Waardoor ze als verlossen daar weer verder kunnen. Afgelopen jaar is het gelukt om in ieder geval maten en zijn natuurlijk door kunnen stromen. Ja. Ja, dat is zeker mooi. Mag ik een applaus voor de mannen van Achterhoek 2000? En ik had de afspraak gemaakt om een van de jongens geen vragen te stellen. Dat u niet denkt van, waarom vraagt hij hem niks? Dat hebben we netjes afgesproken. De volgende mannen, ze werden net al even genoemd. Maarten Lubbers en Yannick Frieling. Ja, maar
Maarten, jij weet hier alles van. Want vorig jaar reed jij zelf in dat paarse shirt. Ja, dat klopt inderdaad. Wat heeft de Achterhoek 2000 voor jou betekend? Voor mij was het vooral dat ik daar klassiekers kon rijden en goed kon trainen. Dus gezamenlijk, zeg maar. Ja, want hoe gaat dat, dat trainen? Meestal op de zaterdagochtend. En dan gezamenlijk vanaf de Vassering naar de Tour en dan een rondje. Ja. Simpel, ja, zo simpel kan het zijn. Nee, dit is voor jou als winterswijker echt een thuiswedstrijd. Ja, jij kent onze ploeg natuurlijk al. Ja, ik veel met Van Hovers en Nick getraind de afgelopen jaren. En nu zit ik er zelf aan. Nee. Ja. Hey, vorig jaar bij de junioren heb je meerdere keren podium gereden. Je won zelfs in, moet je even kijken, Stolberg-Breinig in het Duitse plaatsje. Wat verwacht je van het komende seizoen? Dit seizoen is voor mij vooral een jaar om te leren, om de stap van de junioren naar de belofte te maken. Ik denk dat dat qua afstand en zo wel eerst bijna is. Ja. Maar dat komt vast goed. Ik hoop het wel, ja. Hey, tot slot, jouw vader, hij is nu op vakantie geloof ik, maar was in de jaren 90 een verliezelijk renner. Hij reed voor ploegen, voor de oudere mensen onder ons, voor Giant, Euromotors, voor Eldorado, echt wat grotere ploegen. Hij won, ik ging eens even kijken, hij won de Ronde van Bulgarije. Hij is derde geworden in de parel van de Veluwe. Dat zijn toch mooie uitslagen. Is hij dan ook een voorbeeld voor jou? Ja, op zich wel. Eigenlijk hebben we hem een beetje aangestoken. Ja. En nu komen we ook zo'n uitslag kunnen rijden. Nou, gaan we de komende jaren hard aan werken. Dankjewel. Yannick, jou kennen we vooral als crosser. Ja, vorig jaar 4 wereldbekerwedstrijden gereden volgens mij voor de junior selectie. Waarom dan nu op de weg? Het is heel belangrijk voor het crossen zeker, maar het lijkt me gewoon hartstikke mooi. Ik vind de wegwielrennen gewoon super. Crossen en wegwielrennen, ik kan gewoon geen keuze maken tussen beide. En het is super dat je hier de kans krijgt. Ja, want vorig jaar heb je ook voor 2000 een aantal andere wedstrijden gereden. Ja, klopt. Eigenlijk allemaal klassiekers heb ik allemaal voor 2000 gereden. Ja. Hey, en is dat te combineren, ja? Is het niet te lang? Want hè, wij pakken onze rust, wij stoppen in oktober en we komen ergens in maart weer in gang, qua wedstrijden dan. Jij gaat eigenlijk alsmaar door. Maar met mijn trainer eigenlijk stemmen we dat heel goed af. Mm-hmm. En zo stoppen we altijd en zo kijken we altijd hoe alles gaat. Ja. Gaan de wedstrijden heel goed, trekken we iets langer door, gaat wat minder, bouwen we de rust wat eerder in. En zo zorgen we gewoon beide seizoenen nog wel maximaal gaan presteren. Ja, nou helemaal goed. Hey, jij was er ook bij het trainingskamp van een paar dagen later, want je moest nog je laatste cross rijden. En wij hadden een rustdag geloof ik en we zaten nog te drinken. Toen kwam een appje van, ik ben gevallen, schouder uitgekomen, ik loop nu naar EHBO. Ik weet niet of ik kom, maar uiteindelijk was je er wel. En, maar het is niet een fijne start van het seizoen. Nee, zeker niet. Ja, daardoor kon ik een stuk minder trainen op het trainingskamp. Dat is natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk uren daar te maken. Ja. Nou, dat ging gewoon niet. Daar baalde ik enorm van. Ja. Ik had geluk dat er niks gebroken was bij de schouder. En daardoor werd me wel afgeraden, maar zeker voor het teamgevoel was het beter om nog naar het trainingskamp te gaan. En ik had er ook gewoon heel veel zin in. Ja, ik denk ook goed dat je er was. Want heeft het nog consequenties voor de rest van jouw seizoen? Of zeg je, weet je wat je eerste wedstrijd is? Ja, Oude Sabine is mijn eerste wedstrijd. Oké. En het heeft nu verder geen gevolg meer. Ik kan wel goed trainen. En alles gaat goede kant op. Ja, en nog meer dan. Hey, wanneer is jouw seizoen geslaagd? Dat is de laatste vraag. Wanneer aan het einde van het seizoen? Ja. Yeah. Dan weten we het aan het begin. Dus gewoon een goede schrijvende lijn. En ik hoop aan het einde toch wel goede uitslagen te kunnen rijden. Ja, en dus het plan om ook weer te crossen volgende winter? Ja, absoluut. Nou, helemaal goed. Maarten Lubbers en Yannick Vuning. Ja, 4 ambitieuze renners heb ik zojuist laten zien. En dat is hartstikke mooi om die in de ploeg te hebben. Jonge jongens die er zin in hebben om te knallen. En dat brengt ons vervolgens bij iets waar je het, wat je eigenlijk nooit hoopt mee te maken. Maar waar we vanavond bij deze teampresentatie wel even bij stil willen staan. Want hoe mooi een seizoen is, hoe mooi overwinningen zijn. Het valt niets in het niets bij die ene gebeurtenis in mei 2016.
Want op 9 mei vorig jaar moesten we afscheid nemen van onze vriend en voormalig renner Gijs Verdik. En dan op zo'n moment is wielrennen maar bijzaak. Vorig jaar was hij hier nog bij, in ons midden, en vertelden we vol trots dat hij een contract had verdiend bij het cyclingteam Joop Diels. En hij was er trots op en wij waren net zo goed trots voor hem. Het was een droom voor hem die uitkwam. En een droom ook die veel te kort heeft geduurd. En we herinneren Gijs als iemand met een enorme gedrevenheid en passie voor het wielrennen. Een ijzeren discipline. En ja, zijn vechtlust was heel mooi om te zien. En dat is denk ik voor al deze jongens ook een voorbeeld. En dat hij hier vanavond niet bij is, dat went nooit. Want hij was hier zeker geweest. En we zullen Gijs ook nooit vergeten. En in die gedachte gaan zijn zussen Els en Loes iets heel moois doen. Op 23 juni, en dat is heel toevallig ook nog eens de verjaardagsdag van Gijs, doen zij mee aan de Tristan Hofman Challenge. En met het beklimmen van de Stelvio willen ze geld inzamelen voor Kanjers voor Kanjers, het doel waar wij ook voor rijden. En dat is natuurlijk heel mooi. En beide zijn helemaal geen wielrenners en ze zijn nu volop in training voor dit mooie doel. En als ploeg vinden we dat natuurlijk heel bijzonder en heel mooi. En daarom hebben we ook als renners en als begeleiding geld ingezameld. En dat gaan wij zorgen dat dat bij Els en Loes terechtkomt. En er staat hier een merkbus van Kanjers voor Kanjers. En nou ja, als u wilt kunt u daar ook iets in doneren. En dan zorgen wij dat het bij Els en Loes terechtkomt. En ja, uiteindelijk ook bij Kanjers voor Kanjers. En ze zijn er vanavond niet bij, hun ouders wel. En, maar we wensen ze heel veel succes. En met dit gebaar willen we ze ook laten zien dat we aan ze denken. En ja, ook aan Gijs blijven denken. Ja, dan gaan we door met de volgende drie renners. En dat zijn Arjan Hofman, Wessel Sennepman en Saf Houwers. Arjan, een heel stabiel seizoen vorig jaar volgens mij. En in je eerste jaar in onze ploeg toch een vaste waarde binnen de ploeg geworden. Ben je tevreden over het afgelopen seizoen? Enerzijds wel, anderzijds niet. Kijk, met ploeg rijden, je rijdt andere wedstrijden, hoog niveau. Je rijdt gewoon heel anders als ploeg. Je neemt de koers wat meer op. En dat we eerst deden bij mijn oude ploeg, daar kon je mooi volgen. Daar kon je dat laten zien. Ja, dat vond ik heel erg wennen, maar dan moet je echt, ik heb wel een stabiel seizoen gereden. Maar echt, de uitschieter die miste wel mee. Nou ja, die kwam aan het einde van het seizoen toch nog wel. Ik had het geluk om samen met jou naar Burkina Faso af te reizen in donkere Afrika. En daar reed jij tweede podium in een UCI 2.2 koers. Ja, daar ben ik wel echt tevreden mee. Maar in Nederland wil je het eerst laten zien. En, ik ben wel echt fantastisch om mooi naar het podium te rijden. Maar ik vond jammer dat jij niet bij was op het Ik vond mezelf zelf ook. Je zei de afgelopen week, ik had ook het geluk om met jou op de kamer te liggen in Spanje. En je zei afgelopen week, ik heb me eigenlijk nog nooit zo goed gevoeld. Nou ja, dat klopt. Ik ben dit jaar voor het eerst echt gaan trainen. Ik heb al wel heel veel gepiet, maar achteraf ik heb voor het eerst een echt inspanningstest gedaan dit jaar. En achteraf blijf ik er altijd van. Ik heb veel stress gepiet het had. En nu echt bloktraining gaan doen. En ik kan gewoon echt merken dat het meteen wel wat oplevert. Ja, dat betekent dat er nog flink wat rek op zit. Ja, gelukkig wel. Nou, dat gaat me beloven. Arjan, dankjewel. Wessel, ben je al bijgekomen van de trainingskoers van afgelopen zondag? Wel, ik ben nu wel hersteld, denk ik. Ja, want ik zag een foto voorbij komen. Je zat in de kopgroep in Doetinchem. En niet met de minste renners, want je zat met een World Tour formatie van Lotto Jumbo, met een renner van Lotto Soudal in de kopgroep. Ja, dat klopt. Ik had wel het idee dat ze een beetje rustig aandeden, relatief. Maar het was voor mij toch nog wel hard genoeg om behoorlijk af te zien. Hoe sta je ervoor? Ja, ik heb het idee iets minder dan vorig jaar druk geweest met studeren. Maar desalniettemin viel het me toch eigenlijk niet tegen. Dus ik ga
aanstaande zaterdag moet ik in de ster rijden. Dus ja, we gaan wel zien wat het wordt. En gewoon erin vliegen. En ja, we hopen op een mooie wedstrijd. Ja. Hey, en als je wat verder doorkijkt in het seizoen, wat zijn dan de wedstrijden waar jij in wil pieken? Ja, ik vind de wedstrijden met Kassei altijd mooi. En rond van Overijssel vind ik ook mooi. Het komt een beetje, ja, ik woon ook deels in Enschede. Dus daar fiets ik ook wel vaak in de buurt. En ja, criteriums vind ik ook altijd wel mooi. En daar kan ik ook vaak wel een keer een goede uitslag rijden. Ja. Xaf. Podium in de Ronde van Aalten afgelopen jaar, die eigen woonplaats. Ja, dat was bijzonder. Ja, dat is zeker een bijzondere wedstrijd. Ja, kandidaat overleiden van Gijs was er eigenlijk. En we stonden met z'n allen heel gemotiveerd in de stad met het team. Uiteraard eigen woonplaats. Langs mijn huis, eigen huis ook nog, veel bekende langs de kant. Ja. En toch dan een podiumplaats rijden, mooie kon het eigenlijk niet. Nee, want jullie waren vier man weg. 4 uit 4. Ja, ik weet niet of het aan de banden van Specialized lag, maar het was in ieder geval een regenachtige dag. En het leek wel of we twee keer zo hard door de bochten konden als de rest van het peloton. Ja. Uiteindelijk zaten we met 4 man bleven over van onze eigen ploeg. Ja, dat is natuurlijk een droomscenario. En om dan met z'n vieren tegelijk over de finish te komen, dat was natuurlijk wel een beetje afgesproken. Maar mooi kan het eigenlijk niet en de foto die kan dan ook niet mooier. Nee. Dan zeg je trouwens in het vervolg, het lag aan de banden van Specialized dat we met z'n vieren daar vooruit gaan. Ja, sorry. Als we het dan toch over sponsoring hebben, komend jaar staat Harry Arends op de zijkant van het tenue. Dat moet jou extra moraal geven. Iedereen weet dan misschien wel, Paul Bos een beetje ons merk. En ik ben hartstikke blij dat hij daarop staat en ook uiteraard met die sponsoring. Ja, hey, wat zijn jouw ambities voor het komende jaar? Wat misschien een beetje eentonig, maar toch weer FNK. Uiteraard weer de Ronde van Aalten, omdat de tweede plek de evenaren al volgen. En de Ronde van Achterhoek met de stad 10 meter vanaf mijn huis. Dus en ook nog de 0 kilometer stad, om het zo te zeggen, bij mijn ouders huis. Dus ik wil er wel gaan een doel van maken en daar goed gaan rijden. Nou, we gaan het zien. Arjen Hofman, best wel zinnig van Xaf Ouders. En ik kijk ondertussen met een schuin oog naar achteren, want er is één renner vanavond niet bij en hij is op vakantie in Oostenrijk. Hij is aan het skiën en we gaan kijken of we contact met hem kunnen leggen. Dat is de man die hier vorig jaar in het rood-wit-blauw stond, Mark Speurs. Mark, kun je mij horen? Ik kan je horen, Mark. Ik kan je alleen zien. Helemaal goed. Mark, daar mis je ook helemaal niks aan. Goed dat je er bent. Vorig jaar reed jij in het rood-wit-blauw en stond jij hier in het rood-wit-blauw. Hoe bijzonder was dat? Ja, dat was natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. Omdat ook nog een keer mijn ploegpresentatie in het rood-wit-blauw mogen staan. En nog een keer even hadden mogen vertellen wat die dag allemaal door je heen ging. Dat was natuurlijk wel heel erg mooi om dat aan het grote publiek te vertellen. Dat was echt wel een bijzonder jaar. Ja, hey, en dan won je ook nog de Ronde van Aalten, je thuiswedstrijd in het rood-wit-blauw. Ja, dat was wel de kers op de taart. Fantastisch parcours, fantastisch weer voor mij en echt voor een fantastische wedstrijd van de hele ploeg. Om dan in het rood-wit-blauw in je thuiskoers te mogen winnen was wel erg bijzonder. En zeker versus zelf met 3 andere ploeggenoten was dat wel echt een mooie overwinning. Ja, zeker. Hey, en was het dan moeilijk om afscheid te nemen van die mooie trui? Mark? Er is een probleem met de internetverbinding. Sorry, ik verstond de vraag. Zeker. Was het moeilijk om afscheid te nemen van die trui? Kijk, mogelijk, hè. Ik probeer het nog één keer. Was het moeilijk om afscheid te nemen van die trui, Mark? Oostenrijk is ver. Klopt helemaal. Ja, dat was wel de eerste keer dat ik weer in die trui reed, was natuurlijk om de trui te proberen te verdedigen bij het NK. En
bus heen en ik dacht dat ik geen rode koude trui meer aan had, was het al even een rare gewaarwording, ja. Ja, inmiddels ligt hier een nieuw shirtje voor je klaar met rood, wit, blauwe mouwtjes. Die hebben we zelf nog niet gezien, wij vanmiddag wel, ziet er heel goed uit. Hoe zie jij het komende seizoen? Ja, ik kijk naar uit om in ieder geval met die mouwtjes te gaan rijden, inderdaad. Dat is een mooie aandenken van een mooie trui, mooie jaar. Hoe ik mijn komende seizoen zie, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een heel mooi seizoen gaat worden. Ik heb een iets andere voorbereiding dan andere jaren, iets meer rust in het begin van het jaar. En ik hoop dat dat ten goede komt tegen mei, juli, waar eigenlijk de zwaarte van het seizoen ligt voor de ploeg met de verschillende groepen. En ik hoop dat ik dan weer op punt ben om weer goed mee te kunnen doen met de koers en weer voor een mooie ereplaats te kunnen strijden. Ja, en skiën is een onderdeel van de nieuwe voorbereiding? Ja, het skiën past heel goed in deze voorbereiding. Dankjewel, Mark Spreurs. Ja, en ondertussen, toen ik zojuist met Mark aan het praten was, kreeg ik een telefoon in mijn handen gedrukt. En daarin stond de uitslag van de Badmeister Challenge, waar Timon was. En hij heeft het echt boven verwachting gedaan, want hij is vierde geworden. En dat betekent ook dat hij, dat is tweede clubrenner. Gewonnen is hij door Luc Buchter van Delta Cycling, voor Jan op Melik Meiling van Metec TKH. Kjotter Havik van Westland wil vooruit was derde. En Timon was voor Kanjes voor Kanjes vierde. En dat is echt supergoed. We hebben alle renners gehad. En dat betekent dat we ook nog even gaan praten met de begeleiding. En dat wil ik gaan doen met de ploegleider van dienst, Arjan Ribbers. Tweede man, als hij de uitslag zo hoort? Ja, verrast. Ja? Ja, verrast. Ik had hem gevraagd, of ik had in eerste instantie de ploeg gevraagd wie je wilde rijden. Daar kwam eigenlijk weinig reactie op. En toen zei ik van oké, dan ga ik er, heb jullie nog tot na het weekend de kans om met elkaar te overleggen wie je rijdt. Maar er kwam nog geen reactie op. Toen heb ik er vier aangewezen. Daarvan waren er drie in Spanje, dus Timon die wist eigenlijk wel wat hij daar aan de beurt was. hij ging eigenlijk best wel graag naartoe. Hij heeft een dagje uitvang gemaakt met zijn vriendin, dus dat is goed gelukt. En uitslag is goed. Ja, absoluut. Hey, en als we kijken naar het afgelopen seizoen, hoe kijk jij daarop terug als ploegleider? Ik denk dat we wederom stappen hebben gemaakt als ploeg. We misten misschien net even de uitschieters die we het jaar daarvoor wel hadden, onder andere de private markt natuurlijk. Maar ik denk in de breedte absoluut beter. Nu met de nieuwe selectie heb ik er nog meer geloof in dat we weer stap hebben gemaakt. Renners die beter geworden zijn. Je hebt ze net allemaal voorbij zien horen komen. En ik denk dat we met vertrouwen met z'n allen best uit moeten gaan. Ja, want wat kan deze groep? Heel veel. Ik kan er niet een paar renners aanwijzen die wat zouden kunnen, maar ik geloof er absoluut in dat we hebben 19 man. Dat ze alle 19 nog lang niet op de top van hun kunnen zitten. En het is aan ons met het hele begeleidingsteam om daar het beste uit te halen. Ieder voor zich. Ja, je noemde het al even, het begeleidingsteam. We hebben natuurlijk een heel groot team van ploegleiders, mechaniekers, verzorgers die weekend na weekend hun vrije tijd opofferen om met ons mee te gaan als renners. En daar zijn we natuurlijk ook heel dankbaar voor. Dus ook zeker even een applausje aan al deze mensen. Ja, Arjan, wanneer is 2017 voor jou geslaagd? Als wij hier volgend jaar op dit podium weer staan en dan vraag ik jou weer van goh, hoe was het afgelopen seizoen? Wanneer ben jij tevreden? Mag ik een vraag? Ja.
We hebben wat persoonlijke doelen voorbij horen komen vandaag, maar ik zou het prettig vinden dat dat een deel vanuit gaat komen. Daarnaast denk ik dat ons gezicht beter, nog beter aan de venster zouden kunnen steken en zo maar zijn dat lukt. Ja. Zowel op televisie als in alle koers die wij. Helemaal goed. Nou, daar gaan we met z'n allen zeker voor. Dankjewel. Ja, en als ik op mijn horloge kijk, dan zie ik dat het 9:10 is. En dat betekent dat we aan het einde gaan komen van in ieder geval het officiële gedeelte van deze teampresentatie. Mag ik daar even ingrijpen? Ja, mag zeker ingrijpen. Zullen we die kwark hebben? Jansen, dus niet gepland hoor, maar Jansen die muist er een beetje tussenuit. Naast spreekstelmeester is... Ga maar even zitten, Mark. Naast spreekstelmeester is Jansen natuurlijk ook rennen. En hij legt ons het vuur aan de schenen de hele avond, maar hij probeert met mij nou zelf een beetje tussenuit te muizen. Ik weet niet, hebben we nog vragen van Jansen? Hoe kijk je terug op vorig seizoen, Mark? Ik denk dat je het onze kamer gesteld hebt. Nee, ja, afgelopen seizoen was niet zo leuk. De bedoeling was om een paar mooie tripjes in het buitenland te doen. Nou, zoals je weet is dat 2 keer misgegaan. In Thailand onwel geworden op de fiets. En een paar uurtjes kwijt. Toen vol goede moed met Arjan naar Vasso. En toen besloot er een Afrikaan voor me een cybertje te maken. Waardoor ik op de grond lag en mijn knie was over midden open aan liggen. En dan had ik iets anders voor me gezien. Ja. En ben je de winter ingegaan met iets anders dan verwacht natuurlijk. En nu dit seizoen, meegeweest op trainingskamp? Ja, volgens mij ging dat goed. We hebben heel goed kunnen trainen. Het was een nieuwe omgeving voor ons. Richting het gebied van Murcia. En ik denk dat we daar hele mooie training hebben kunnen afwerken. Het was iets vlakker dan wat we gewend waren. Maar heel goed of niet? Dat is voor mij wel goed, ja. Dus nee, volgens mij hebben we daar zo'n hele mooie basis gelegd. En ik was inderdaad met de voorbereiding die ik gehad heb niet ontevreden. En ik beloof dat voor het komende seizoen. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om nog een keer goed te laten zien. Ja. Heb iemand nog één vraag? Welke term ga je winnen dit jaar? Jeetje. Ronde van Aaltekamp. Nou, volgens mij zijn ze in Ede bezig om er een elite blok criterium van te maken. Nou, laat het dan daar maar doen. Jouw woonplaats. Mijn woonplaats. Ja. Succes. Dankjewel. Goed. Nu is het ook 9:15. We gaan stoppen. En voordat ik dat ga doen, wil ik nog één ding aan jullie voorhouden. En er liggen overal op de tafels formulieren van de Club van 100. En dat is een nieuw initiatief dat wij hebben. We kregen regelmatig, naast alle bedrijven die ons een warm hart bedragen, een vraag van joh, kunnen jullie nog helpen of kunnen jullie wat kleins doneren? En daarvoor hebben we nu de Club van 100 opgericht. En het doel daarvan is zoveel mogelijk mensen lid maken van die Club van 100. U krijgt dan een nieuwsbrief, u blijft op de hoogte, u komt op de website te staan met uw naam. Als u dat wilt, als u dat niet wilt, dan hoeft dat niet. Dus ook schroom niet om daar lid van te worden. En het geld dat we met de Club van 100 doen, gaat ook echt naar iets voor de renners toe. Het gaat niet in een grote pot, maar dan gaan we uiteindelijk, zodat de renners daar beter van worden. Dat was het wel. Ik geef nog 1 keer aan, die melkbus die hier staat voor de Tristan Hofman Challenge, vergeet hem niet. Ik denk dat het een heel mooi doel is. En ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Wij gaan er met z'n allen een super mooi seizoen van maken. Ik zou zeggen, de bar is geopend en neem gerust een drankje of 2.